dit is de omslagdoek die je op de foto ziet. Waar we vandaag mee aan het werk gaan. Het is heel simpel. Ja, een net patroon. N-E-T, net. Een visnet, zeg maar. Heel makkelijk, heel snel. En ja, ik vind hem heel leuk. Heel hoe zou ik zeggen? Ouderwets ook. Zijn van die omslagdoeken die je vroeger heel veel maakte. Ook poncho's werden erin gemaakt. Met mooie franjes hier eraan. En ja, je kunt hem zo groot maken als je zelf wil. Deze heb ik echt super wijd gemaakt. Ik ben bijna 1,80 meter lang. En ik denk dat deze zeker 40 centimeter breder is als mijn lichaamslengte. Maar meestal zeg ik van een omslagdoek, doe minstens de lichaamslengte voor degene waar die voor bedoeld is. Nou, deze heb ik dus echt super ruim gehaakt. Vond ik heerlijk. En dan wordt hij ook nog eens wat langer. Omdat de punt dan langer duurt voordat hij gesloten is. Omdat je meer bochtjes hebt en zo. Nou, en de franjes die maken hem dan ook nog een stuk groter. Ik ben er helemaal content mee. Dus ik ga laten zien hoe of dat je maakt. Ik ga niet meer zo'n grote maken hoor. Gewoon een klein stukje laten zien hoe je het doet. Want als je het patroon eenmaal door hebt, dan echt, het haakt in no time door. Voor je het weet heb je er weer een klaar. Leuk als cadeautjes om te geven. Ja, je hebt het zo klaar en je kunt het met dure wol doen, met goedkope wol. Dit is met die ragelwol gedaan. Haaknaald nummer 6. Nee, 7. Dit is met 7 gedaan. En ik ga zo het proefstukje voordoen met gewoon een eurobol van de Zeeman en haaknaald nummer 5. Dus laten we aan de gang gaan. Nou, ik heb dus 5 mm haaknaald. Zal ik iets inzoomen? 5 mm haaknaald en een eurobol van de Zeeman. En je kunt deze omslagdoek op maat maken door steeds groepjes van 3 lossen te haken. Dus gewoon 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. En als je je vertelt, is ook niet zo erg. Het is echt een hele makkelijke beginnersomslagdoek, denk ik. Nou, ik ga er een paar haken. Geen 2,5 meter, maar wel genoeg om het voor te kunnen doen. Als jij dan jouw breedte maakt, we beginnen bovenaan, hè, het breedste punt van de poncho. Dat was ik vergeten te zeggen. We beginnen op zijn breedste, zo, hier. En dan langzaamaan haken we naar de punt toe. Nou ja, langzaamaan. Het gaat vlug genoeg hoor, let maar op. Dus ik zie je zo weer terug. Nou, als je dan je lengte gedaan hebt. Zo, ik doe een klein stukje. Dan doe je nog 1 steek extra. Dus allemaal groepjes van 3. En dan op het laatst doe je er nog 1 extra. Nou, dan gaan we de boogjes maken. Om te beginnen tel je 6 steken terug. Die gaan we overslaan. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6. En dan in de volgende, de 7e steek, daarin maak je een vaste. Dan heb je je eerste boogje hier. Nou, dan doe je 3 lossen. 1, 2, 3. Je slaat 2 lossen van je ketting over. 1, 2. En in de 3e steek, daarin maak je een vaste. Weer 3 lossen. 1, 2, 3. Hier 2 lossen overslaan en in de 3e maak je weer je vaste. 3 lossen. 1, 2, 3. 2 overslaan en in de 3e maak je weer je vaste. Nou, en zo ga je helemaal tot het eind van je ketting. Makkelijk toch? 1, 2, 3. 1, 2 overslaan en in de 3e je vaste. 1, 2,
3. Hier 2 overslaan en in de derde je vaste. Nou, ik ben bijna op het eind. 1, 2, 3. 2 overslaan en in de derde je vaste. En nu heb ik goed geteld, want ik heb nog 3 losse over. Heb jij dat nou niet? Joh, schipper een beetje. Maakt niet uit. Je kunt ook die laatste, je hebt er nooit zoveel te veel, hè. Dus die laatste kun je of nog wegnaaien of in een franje verwerken of uithalen. Dat kan allemaal. Daar moet je niet te moeilijk over denken, denk ik. Nou, het laatste boogje, die maken we anders. Daarvoor doe je 1 losse. En je maakt een stokje in je laatste steek. Dus ik kan er nu gewoon 2 overslaan, omdat mijn stekenaantal klopte. Ik had er ook niet zoveel, dus vertellen was niet zo moeilijk. Dat ging wel goed. In die laatste, daar maak ik een stokje. Kijk. Dus 1 losse en een stokje voor het laatste boogje. En dan ga ik even merkdingetjes erbij pakken. Want dat helpt enorm. Kijk. Die leg ik vast klaar. We hebben nu 1 rij gedaan, hè? Door het stokje ben je in het midden van je laatste boogje geëindigd. En dat was precies de bedoeling. Doe nu 3 lossen. 1, 2, 3. Je keert je werk. Zo. En dan ga je naar het volgende boogje. Deze. Dit boogje, daar komt nu je 3 losse ketting uit. En in het volgende boogje, daarin doe je een vaste. Dan heb je je eerste boogje weer gemaakt van de nieuwe rij. En in dat boogje zet ik een merkje, zodat ik straks weet dat dat mijn laatste boogje is waar ik weer met een stokje moet eindigen. Dat dit het eind van de rij is. Let maar op, want je gaat echt, je raakt in de war. Ik in ieder geval wel hoor. En je, ja, nou ja, je weet, ik ben een chaot, maar goed. Ik ga mijn rij weer haken. Gewoon 3 lossen. 1, 2, 3. En in de volgende boog de vaste. En dat doe ik de hele rij. 1, 2, 3. In de volgende boog een vaste. Even wat wol bijgepakt hoor. 1, 2, 3. In de volgende boog. Een vaste. 1, 2, 3. Oh, je hoort dat merktekentje hier rammelen hoor. Daar moet je je niks van aantrekken. Het is misschien irritant, maar het is echt even nodig. Dat merk je tenminste. Niet dat rammelen, maar daar kan ik niks aan doen. Von, hou op. Volgens mij liggen jullie weer in een deuk om mijn logica. Maar goed. 3 lossen. 1, 2, 3. En een vaste in de volgende boog. Kijk, en nu is dit de eerste rij. Dus ik herken die laatste boog hier heel erg makkelijk. Daarom had ik daar ook nog geen merkje in gedaan. Maar het laatste boogje is altijd 1 losse en een stokje. Dus ik doe een losse. En in die boog, die laatste boog, daarin steek ik in voor mijn stokje. En dan ben je weer halverwege het boogje geëindigd. En dan loopt die schuin af. Zo. Nou, dan doe ik voor het keren weer 3 lossen. Dat wordt gelijk weer het eerste boogje. 1, 2, 3. Ik draai mijn werk. En in het volgende boogje. Hier. Daarin maak ik mijn vaste. En dan pak ik mijn tweede merktekentje. En dat boogje die ik net gemaakt heb, daarin hang ik dat merkje. Zo. Dan weet ik straks, dat wordt mijn laatste. Kijk, deze hadden we er net in gestoken. Hier.
En dat is de laatste van deze rij. Dus we doen gewoon weer 3 lossen. 1, 2, 3. Volgende boogje, de vaste. 3 lossen. 1, 2, 3. In het volgende boogje, de vaste. 1, 2, 3 lossen en de volgende, de vaste, in het volgende boogje. Hè? Dan doe je weer 3 lossen, 1, 2, 3, in het volgende boogje, de vaste. En dan ben ik bij het boogje waar dat merkje in zit en dan weet ik gewoon van, ah, dat is de laatste. Dus een losse en een stokje in het laatste boogje. Zie je dat die schuin afloopt? Zo. Jawel hè, dat is wel te zien. Jawel. En zo maak je de hele omslagdoek. 3 lossen bij het keren. 1, 2, 3. Je werk keren. Mijn staartje opzij zo. In het eerstvolgende boogje, daarin doe je je vaste. Kijk, zie je het? Zo, kijk hoor. Ja, zo ziet het. Kijk, dit is het eerstvolgende boogje. Daarin maak je je vaste. En dan pak je je merkje van deze kant. En wat je ervoor gebruikt moet je zelf weten. Hè. Ik heb deze beneden gemaakt, die grote bruine. En daar had ik haarspeldjes liggen. Dus ik heb haarspeldjes erin gedaan in die boogjes. Net zo makkelijk. Maar ik zet mijn merkje dus weer terug in mijn eerste boogje hier, zodat ik straks weet dat dat mijn laatste weer is. Net als hier. Dit was net het eerste boogje en ik weet nu, dit is de laatste. Dus daar moet ik eindigen met een losse en een stokje. Nou, zullen we nog een keer doen? Jawel hè, het is net zo gezellig. 1, 2, 3. En een vaste in het volgende boogje. 1, 2, 3. En een vaste in het volgende boogje. 1, 2, 3. Een vaste in het volgende boogje. En dan ben ik weer bij het boogje met mijn merkje. Dus dat is de laatste. Dus een losse en een stokje in dat boogje. Zo. Ik doe 3 lossen om mijn werk te keren. 1, 2, 3. Keer mijn werk. Ik maak mijn vaste in het eerstvolgende boogje. Zo. Ik pak mijn merkje er weer uit. En die stop ik in dat eerste boogje wat ik net gemaakt heb met die 3 keer lossen. Zo. Nou, en zo werk je je hele omslagdoek af. Zo simpel is het. En het laatste stokje, het laatste boogje, daar kom ik zo nog even bij terug om te laten zien hoe je die doet. Maar iedere rij worden dus steeds minder boogjes. Net zolang totdat er nog maar eentje overblijft. En het maakt echt niet uit met hoeveel boogjes jij begint. Het kan met ieder garen, iedere haaknaald, zolang als dat de haaknaald bij het garen past. Het kan heel erg mooi zijn. Als je van het mohairachtig garen gebruikt en dan een wat dikkere haaknaald, wordt ook heel mooi. Gewoon kies maar, probeer maar. Het is zo super veelzijdig patroon, daar kun je echt alle kanten mee op. En dat vind ik dus weer het leuke eraan. Maar ja, dat weten jullie zonder aantal, hè? Je kunt het ook nog ingewikkelder maken, maar dat is een andere tutorial. Dat is deze niet. Deze is juist expres bedoeld om het zo simpel mogelijk te houden, dat echt iedere beginnende haker zoiets al kan doen. Ik ga ook weer nog een tutorial van een omslagdoek maken die iets ingewikkelder is. Er zitten meer steekpatronen in. Dat is dan weer voor een andere soort haakster. Haker. Mannen kunnen ook haken, waarom niet? Maar deze is echt voor de beginnende haker hartstikke leuk.
Je kunt ook verschillende kleuren garen nemen. Dat je een paar rijen met de ene kleur doet en dan een paar rijen met een andere kleur. Van het gemêleerde garen, die fenna bijvoorbeeld. Oh, prachtig. Die van de Vibra, hè? Die fenna, die ken je misschien wel. Kijk, ik heb hier, grappig, nog maar 2 lusjes over. Dit was mijn beginlusje hier. Daar heb ik mijn merkje alweer om gedaan. En ik ben nu gelijk bij mijn laatste. Ik ben echt bijna op het eind. Nou, die laatste, dat blijft gewoon 1 losse. En 1 stokje. Zo. En als ik nou 3 keer losse zou doen. Let op. 1, 2, 3. Dan ben ik mijn laatste boogje. En die eindigt dan hier. Gewoon in het laatste dingetje waar mijn merkje in zit. Daar hoef ik geen stokje meer voor te doen. Ik kan gewoon zo 3 lossen en een vaste. En dan ben je klaar. Dan knip je je draad af. De merkjes kunnen eruit. Zo. En dan moet die zo, hè. Zo. Maar wat ik ook merkte tijdens het haken van die grote lap, was dat dit heel erg plat zat zo. Dat het net leek alsof het platte rijen waren. Zie je wel zo. Maar toen ik er franjes in ging hangen, door het gewicht van de franjes kwam het netwerk uit elkaar te staan. Nou, waar heb ik die franjes geplaatst? Als ik nou mijn lappen weer bijpak, leg ik dit. Dit is klaar, hè. Dit kun je terugkijken, terugspoelen, net zolang totdat je het echt helemaal door hebt. En neem van mij aan, dat gaat echt heel vlug, want er zitten geen verschillende patronen in. Gewoon echt heel simpel. Nou, als ik nou een puntje zoek van mijn omslagdoek, kijk. Kun je zien waar ik de franjes gedaan heb. Gewoon in het eerste boogje hier. Toen heb ik een boogje overgeslagen. En in het volgende boogje weer een franje. Een boogje overgeslagen. En in de volgende weer een franje. Een boogje overslaan en een franje. Zo heb ik hem helemaal gewerkt tot aan de punt. Als ik die kan vinden. Ja, hier is hij. En in de punt heb ik er gewoon 3 naast elkaar gedaan. Zo. En dit is mijn punt. En heb ik er zo 3 op elkaar gedaan. Maar dat is gewoon, kies zelf waar jij je franjes wil. En wat nog meer? Oh ja, de bovenrand. Daar heb ik nog een randvaste omheen gedaan. Gewoon om wat netjes af te werken. En dat was het. Dat is de hele omslagdoek. Ik wens je heel veel haakplezier hiermee. Maak er wat moois mee. En wees er trots op. En laat het gewoon lekker zien op mijn Facebook. Oh, weet je wat je trouwens ook kunt doen? Je kunt ook gewoon eerder stoppen. Dat je helemaal niet doorgaat totdat je maar 1 steek hebt. Maar dat je eerder stopt, dan krijg je hier zo'n rechte rand eraan. En daar kun je ook weer franjes aan hangen. Dus als jij wat kleiner bent, dan kan dat ook gewoon. Dan laat je die hele punt laat je weg. Je gaat niet door totdat je nog maar 1 boogje hebt. Maar je stopt gewoon op het moment dat jij vindt dat jouw omslagdoek lang genoeg is. Waarom niet? Het kan gewoon echt. Nou, voor de laatste keer, jongens, heel veel haakplezier. En graag tot een volgende tutorial.